Tonight, Iowa will finally cast the first vote of the 2020 election. De caucus in Iowa is niet een gewone verkiezing waarbij je een stembiljet inlevert bij een stembureau. How many people are going to be here tonight? Do you know? In years past, we've had up to 500 people, so the hallway is filled with people right now. Je moet hier de hele avond als kiezer fysiek aanwezig zijn om je stem te kunnen uitbrengen. How important is Iowa for Bernie Sanders, do you think? Well, it's the first one and it's basically definitely helps set the tone for the rest of the country, essentially. So that's why it's considered such a big deal. 39, over heel 40. Iowa vinden tegelijkertijd honderden van dit soort bijeenkomsten plaats, zoals hier op de Roosevelt High School in Des Moines. En nu wordt het spannend. Ze zijn begonnen met het tellen van de stemmen. Dit is de groep van Joe Biden. En als je in die eerste ronde minder dan 15% van de stemmen haalt, dan val je af. En we horen dat Biden echt op het randje zit. Alignment period begins. So if you're part of a non-viable group, you can go towards a viable group or create your own. En dan komt de tweede en definitieve stemming. En op basis van die uitslag wordt een aantal gedelegeerden verdeeld over de kandidaten. Warren has 3 delegates. Sanders has 2. En de winnaar in deze caucus, de progressieve kandidaat, senator Elizabeth Warren.